Welkom bij een nieuwe uitzending van Aan tafel met Leendert. Uiteraard van onze nieuwe locatie, restaurant Luxor aan de Stationsweg. Zometeen hebben we het over de Volksuniversiteit uit Oegstgeest. Maar eerst gaan we het hebben over winkelen. Want Leiden wordt door velen gezien als een ongezellige winkelstad. Heen en weer lopen over de Haarlemmerstraat is niet meer van deze tijd. Mensen willen een rondje lopen of een achtje. Dat kan nu niet, maar binnenkort wel. Door de realisatie van de Catharinasteeg bij de Aalmarkt. En daarover ga ik het hebben met onze wethouder, Paul Laudy. Paul, welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, winkelen. Leiden wordt niet gezien als een spannende winkelstad. Maar ik vroeg me ook af, is winkelen zo belangrijk voor Leiden als cultuurstad? Ja, winkelen is zeker belangrijk. Om te beginnen hoop je dat de Leidenaar zelf hier gewoon terecht kan. Niet alleen voor zijn dagelijkse boodschappen, maar ook de mode, al datgene waar je voor gaat shoppen. Maar je hoopt ook mensen uit de bredere regio te trekken die de stad bezoeken. En dan niet alleen komen shoppen, maar ook dat kopje koffie drinken. Ook een museum hebben. Kortom, die hele prachtige beleving die binnenstad van ons heeft. En dat brengt allemaal geld op en dat is goed voor de Leidse economie natuurlijk. Ja, het moet een soort totaalpakket zijn. Dus als je in Leiden naar de bioscoop gaat of naar het museum, dan moet het ook leuk genoeg zijn om in Leiden te winkelen en andersom. Ja, Leiden moet in ieder geval al die dingen kunnen bieden. En nou ja, op winkelgebied is dat op dit moment gewoon onvoldoende en eigenlijk al heel lang. Ja. En ja, fijn dat we daar nu eindelijk verandering in kunnen gaan. Is Leiden een waardeloze winkelstad? Om het maar even heel... Nee, Leiden is een hele mooie, geweldige stad. En je kunt hier ook heel fijn winkelen, maar je hoort wel van iedereen. En ik denk dat al je kijkers ook dat zullen herkennen van thuis uit. Ja, niet die stad waar je als je echt... voor een nieuwe outfit gaat shoppen, het eerst aan denkt. Je hoort van veel Leidenaars dat ze dan toch de stad uitgaan naar Den Haag of Amsterdam. En we concurreren tegenwoordig zelfs ook met de winkelcentra in Alphen en in Leidschendam. Ja, ja. En ik vind toch echt dat we als Leiden moeten proberen om al die mensen in onze eigen stad te houden en die bezoekers hier naartoe te trekken. Dat doen we op heel veel vlakken goed, alleen nog niet met winkelen. Nou, laten we daar nu verbeteringen aanbrengen. Het Aalmarktproject, zullen veel mensen weten wat het is. Hè? Ja. Grote gedeeltes daarvan die zijn al gerealiseerd. Neem de V&D bijvoorbeeld. En daarmee wordt een nieuw kernwinkelgebied in Leiden wordt er gerealiseerd. Is dat genoeg, een kernwinkelgebied realiseren? Of hangt het nog met veel meer samen om het echt een leuke winkelstad te maken? Nee, Leiden heeft gewoon heel veel te bieden. Kijk, onze prachtige historische binnenstad, ik vind dat echt fantastisch en heel krachtig. En ik denk dat we daarmee een veel aantrekkelijkere plek zijn om naartoe te gaan dan al die winkelcentra om ons heen. Ja. Dus dat hebben we, die kwaliteiten hebben we. We hebben die prachtige historische binnenstad, het water, die musea, prachtige horeca. Kortom, het is al heel mooi. Alleen wat we niet hebben is een goede verbinding tussen de winkelstraten die we al hebben, hè, de Haarlemmerstraat en de Breestraat. En wat we niet hebben is zeg maar dat bovensegment in met name de fashionhoek, ja, de modehoek, waarvoor Leiden nu ergens anders gaan kijken. Nou, ja, die gaan we nu toevoegen. Ja, want nu als je gaat winkelen in Leiden, dan ga ik het eventjes, ik weet dat het ook wel anders kan zijn. Maar nu begin je, en je pakt één van de twee uiteinden van de Haarlemmerstraat. Dan loop je richting de Lange Maren. Dan ga je richting de V&D, weer terug en loop je de winkelstraat uit. Ja, dat hoe, hoe moet het gaan worden? Ja, straks zul je veel meer krijgen dat je vanaf het stuk Haarlemmerstraat, vanaf de Blauwpoortsbrug, oftewel de Beestenmarktkant, kun je de Haarlemmerstraat op. Je kunt dan rechtsaf bij de Maren. Dan loop je dus richting de Breestraat. Maar dan kom je bij een nieuwe brug. Ja. Een nieuwe Catharinabrug. Die is aan de overkant van het water op een nieuwe steeg. De Catharinasteeg. Met al die prachtige winkels. En dan kun je zo doorlopen richting de Breestraat. En dan krijg je een veel logischer verbinding tussen die twee prachtige winkelgebieden dan dat we eigenlijk nu hebben, namelijk niet. Ja. En we hebben daar de gelegenheid, niet onbelangrijk, om in die panden die we daar nu gaan aanpakken en in die nieuwe steeg, om hele grote units aan te bieden die grote fashion bedrijven, mode zaken nodig hebben. Want ze zijn verhuurd. Ja, 90% is voorverhuurd. Dus dat geeft iets aan over die ondernemers die er graag willen zitten. Die ook geloven in die kracht van die prachtige historische binnenstad als winkelomgeving. Maar die ook niet die vierkante meters konden krijgen die wij in die kleine winkelpandjes in onze middeleeuwse stad hebben. Ja, en van de week daar kunnen we dat wel gaan doen. Van de week werd het begin, de startsein werd gegeven van de bouw van de Catharinasteeg. En ik stond daar en ik dacht, ja, er is misschien ook geen stukje Leiden in de binnenstad die
die zo opgeknapt kan gaan worden als dat stuk. Want ik moet even voor de kijker. Je hebt de waag, dan heb je de steeg. En ja, eigenlijk daar waar vroeger de schoenenzaak zat. Daarnaast begint dan wat de Catharina-steeg gaat worden. Ja, het ziet er niet uit. Het is het lelijke gat van Van Nelle. En ik zei al bij startbouw van de week van, nou ja, op het moment dat je gaten in je stad hebt die hun eigen naam krijgen, ja, dan weet je dat er echt iets goed mis is. Dan stagneert elke ontwikkeling. En tegelijkertijd die stadsgehoorzaal winkels waar Suit Supply en Gaastraan zo nu in zitten, is al prachtig geworden. Ja. De V&D is fantastisch opgeknapt. De Sting erachter, de Waag, gaat over een week of twee open. Helemaal gerenoveerd, uitgebreid. Die krijgen straks ook een prachtig terras op het Waaghoofd. Dat komt weer vrij. Daar komt nu nog de brug op aan, maar die verschuift een klein stukje. Dan heb je daar ook een prachtig nieuw terras. En dan nog dat middenstuk. Ja, en dat wordt toch wel de parel of het kroon op het werk. En dat is die nieuwe steeg met die nieuwe winkels, 13 units of zo zitten. Maar dan doe je de steeg misschien tekort, want het is niet alleen een steeg, er komt ook Catharinaplein. Ja, sterker nog, er komen ook niet alleen winkels. Er komen ook nog een 20-tal woningen boven die winkels. Er komt ook horeca, maar er komt inderdaad ook een mooi Catharinahof. Wat nu al deels er is, maar je ziet het eigenlijk alleen vanuit de foyer van de Stadsgehoorzaal als je daar zou zijn. Dat wordt straks publiekelijk toegankelijk plein. Waar het goed toef is met horeca midden in het hart van dat winkelgebied. Ja, mensen worden ook nog woningen gebouwd, appartementen. Cultuur, las ik, moet er gaan komen. Dus dat is, wat kost dit? Dat is altijd belangrijk. Ja, nou, wat belangrijk is denk ik dat als gemeente kost het ons niet meer zoveel. Dat wil zeggen, wij maken daar die nieuwe brug. Dat is eigenlijk onze belangrijkste kostenpost nog. Maar voor de rest hebben wij de gronden en de panden die erop stonden, die waren inmiddels allemaal van de gemeente Leiden. Die hebben we jaren geleden al gekocht. Die hebben we nu verkocht aan de ontwikkelaar, ASR. En die gaat daar voor eigen rekening en risico die winkels maken. Ja. En alles wat daarbij hoort. Dus in principe voor Leiden is het nu het aanmarktproject. De portemonnee hoeft niet meer open als het goed is. Nee, we hebben een overzichtelijk stukje wat we nog moeten betalen. Namelijk die nieuwe brug en wat openbare ruimte, wat openbaar gebied. Maar de grote ontwikkeling, ja, die gebeurt niet door private partijen. En als ik heb het idee dat met, we willen daar helemaal in een rondje gaan lopen, maar dat ook het Pieterskwartier. Dat wordt natuurlijk ook straks veel nadrukkelijker betrokken bij het winkelgebied. Ja, en hopen jullie dat het opbloeit? Ik heb een beetje het idee dat dat de hoop is. Dat het een soort, zoals in Amsterdam, de bekende negen straatjes. Ja. Er zit nu al heel veel bijzondere winkeltjes. Ja, ik denk dat het nu al een heel leuk gebied is, maar tegelijkertijd een gebied dat zeker als je van buiten Leiden komt, je niet zo heel snel zult vinden als je vanuit het station op de Haarlemmerstraat komt. En je denkt, oh, hier is het kernwinkelgebied van Leiden. Dan kom je daar niet meer, tenzij je nog naar de Pieterskerk zou gaan bijvoorbeeld. Maar veel mensen zullen daar niet komen. Nou, door die nieuwe verbinding krijg je natuurlijk ook een veel grotere trekkracht in dat gebied. En dat is denk ik heel goed voor die ondernemers daar, die gewoon hele leuke winkeltjes volgens mij daar bedrijven. Je gaat nu op mijn vraag ja zeggen. Het is voor mij bevragen naar de bekende weg. Maar gaan de mensen nu wel naar Leiden komen om te winkelen? Want het is eind volgend jaar is het af. Catharina Steeg, durf je er echt je hand voor in het vuur te steken? We gaan duidelijk zien dat Leiden meer bezoekers gaat krijgen. Absoluut. En dat zit hem niet alleen in de ontwikkeling van die Aalmarkt en Catharina Steeg. Dat is ontzettend belangrijk. Maar ook bijvoorbeeld omdat we die twee parkeergarages aan het bouwen zijn. Op de Lammermarkt zijn we nu bezig. Die is tegelijkertijd met het Aalmarktproject eind 2016 klaar. Even later beginnen we met die tweede parkeergarage op de Garenmarkt. We werken aan de bereikbaarheid van de stad. Kortom, we doen van alles in Leiden. En dat gaat zich de komende jaren echt uitbetalen. Met Arne Louding, we kijken ernaar uit. Dank je wel. Bedankt dat je er was. Volksuniversiteit KNO Oesgeest bestaat dit jaar 40 jaar. Een mijlpaal, maar misschien wel de laatste. Want de gemeente Oesgeest gaat bezuinigen. En flink ook. Er komt geen budget meer over 2 jaar voor de Volksuniversiteit. Daarover ga ik het hebben met Els Jonkhout. Els, welkom in de uitzending. Het budget gaat weg. En de gemeente is aan het bezuinigen. Dat gebeurt in Oesgeest eigenlijk op alle voorzieningen. Het zwembad, de scouting, de voetbalvereniging. Ja. Overal wordt bezuinigd. Maar dat is mijn vraag eigenlijk. Waarom niet? Waarom vinden jullie dat het niet moet gebeuren bij de Volksuniversiteit?
Omdat het de Volksuniversiteit die heeft enorm veel mogelijkheden. Mm-hmm. Ook om als je dus gestopt bent met je studie toch door te kunnen gaan. Ja. In talen onder andere. Ja. Maar ook als je creatief bent, dat je dus je helemaal daarin kan vinden en ontplooien. We hebben hele goede docenten. En die doen dat ook allemaal op een non-profit basis. Yeah, yeah. Dus ja, we hebben altijd de steun in ons rug gehad om door te kunnen gaan. Yeah. En naar het nieuwe gebouw zijn we gegaan op de Lange Voort. Yeah. Naast de bibliotheek en, zitten jullie? Ja, en nu zitten we er al een tijdje en nu horen we dat de subsidie wegvalt. Ja, dat gaat om 45.000 euro, hè? 45.000, yeah. Waarvan er over 2 jaar ook de 20.000, de laatste 20.000 euro vervalt. Hoe kwam dat bij jullie binnen? Als een mokerslag. Ja. Yeah. Want onze burgemeester, onze nieuwe burgemeester Waaier, die zei dus bij de nieuwjaarsreceptie. Dat, of oudejaarsreceptie was, het was geen nieuwjaarsreceptie, maar in ieder geval die zei dus dat we zoveel, we hadden zoveel initiatieven in Oesgeest en dat er dus ontzettend veel mogelijkheden waren, dat je nog kon studeren en dat we dus de ouderen niet mogen laten vereenzamen. Ja, daar gaan we het zo over hebben, want dat is die maatschappelijke functie. Gaat dat vooral voor ouderen? Nou, niet alleen voor ouderen, ja, dat valt voor deze mensen als het weg is. Als het niet meer zou bestaan, valt er een heel groot gat voor een heleboel mensen. Ook van ontmoetingen en samenkomsten. We hebben ook bridgeavonden en ook bridgelessen en zo. En dat wordt heel druk bezocht ook. En dat is toch voor mensen daar kijken ze naar uit. Ja, maar toch zullen er mensen zijn die denken van de Volksuniversiteit, net zoals alle andere voorzieningen, er moet bezuinigd worden. Oesgeest is bij lange na niet rijk. Het is eigenlijk gewoon een straatarme gemeente, is het? 80 miljoen schuld. Ja. Dat moet ook weg. Ja. Waarom zouden wij moeten betalen als iemand een taal moet leren? Waarom zouden wij als samenleving daar moeten voor betalen of als ze een cursus willen doen? Omdat het al heel lang van oorsprong altijd zo geweest is. En wij hebben dit kunnen opbouwen na al die jaren. Mm-hmm. Dat het ook echt een universiteit gebleven is. Dat, ja. Dat we ook de naam kunnen waarborgen. Maar dat hadden we nooit kunnen realiseren als we die steun in de rug niet hadden gehad van de gemeente. Ja, maar dan zou je dus ook nogmaals zou je kunnen zeggen van als je wil leren, dan betaal je er maar zelf voor. Ja, maar dat is niet voor iedereen. Juist die toegankelijkheid, dat we een laag... we hebben een non-profit organisatie en juist het laagdrempelige. En ook dat je mensen ook met een mindere portemonnee, die kunnen daar toch ook van gebruik maken. Ja. Ja, maar dat snap ik wel. Maar we hebben het nog steeds naar de andere voorzieningen. Er zijn ook kinderen van die willen voetballen. Ja. Van niet zulke kapitaalkrachtige ouders. Of ja. Die naar het zwembad willen. Of maar overal wordt er bezuinigd. Ja. Maar, en dit is iets van, ja, het is eigenlijk gewoon een investering in jezelf. Ja, maar we hebben nu ook al sinds 2 jaar dat we BTW moeten heffen. Ja. En we merken daar al aan dat het ook voor veel mensen al een te hoog... De kosten te hoog zijn. Ja. En als je noemt het zelf al. Je moet in 1 keer in die cursus. Een cursus bestaat uit 12 lessen. Hè, voor en najaar. En dat is toch voor een heleboel mensen. Wat ze dan in 1 keer moeten betalen. Is een hoop geld. Gewoon een hoop geld. Ja. Je zou daar misschien iets aan kunnen doen. Je noemde zelf al de participatiesamenleving. Ja. Vrijwilligers, is dat geen oplossing voor de Volksuniversiteit? Geen geld meer? Dan gaan we met z'n allen gewoon vrijwillig doen. Ja, maar we zitten ook in een tijd dat de zorg ook een heleboel vrijwilligers nodig heeft. Ja. En de vrijwilligers worden ook minder gemotiveerd. Die hebben er gewoon geen zin in. Nou, als je dit al helemaal opgebouwd hebt en je bent daar zo'n 10 jaar mee bezig tot een kwaliteit wat het nu is, dan is het niet leuk dat je dan nu hoort van, nou jongens, bekijk het maar. Want daar heb je al die jaren je inzet voor gegeven. Wat voelt dat zo? Ja, je voelt je een beetje in de steek gelaten, mag ik best zeggen. Ja, en dan door de politiek neem ik aan. Ja. En we doen zoveel in de krant staat, dat er zoveel voor de medemens gedaan wordt. Dit moet juist niet gebeuren, dat de mensen dus toch nog die steun in de rug hebben. Alles wordt duurder. Alles. Maar eigenlijk heb je dus een omgekeerde beweging. Want ja. De gemeente en de overheid zegt van we moeten als samenleving, moeten we als vrijwilligers, als participatie, moeten we dat maar opvangen.
Ja. Maar als vrijwilliger zeg je eigenlijk van, nou, dat kleine beetje subsidie dat weggehaald wordt, dat is voor ons een reden om er gewoon maar helemaal mee te kappen. Nee, absoluut niet. Want nee? We proberen toch, ik zou er niet aan moeten denken. Nee hoor, we blijven gewoon doorgaan. En okay. We kijken wat de mogelijkheden allemaal zijn om toch door te kunnen blijven gaan. Maar als die over 2 jaar het laatste beetje geld ook weggaat, dan weten we niet hoe we verder kunnen doorgaan. Maar ook onze kosten lopen enorm hoog op. Het lokale bestand en de bibliotheek die bij ons zit. Dat ook waar, je hebt zelf ook gezien hoe, toen je een kijkje kwam nemen, hoe druk bezet het is, hè, de bibliotheek. Daar wil ik net naartoe, want we kwamen elkaar afgelopen week tegen. En dat was een bijeenkomst door de bibliotheek georganiseerd. En dan liet Oes Gees zien wat er allemaal te doen was voor 55-plussers. Dus laten we dus vanaf nu even senioren noemen. Ja. En wat mij dus wel opviel, is dat als je kijkt naar zowel van de overheid als van de gemeente waar er bezuinigd wordt, dat het wel heel veel klappen zijn voor ouderen. Heel Want groot. Het is de bibliotheek, het is dus de Volksuniversiteit, precies. Maar het is ook de zorg. En de ouderen zelf maken zich er ook enorme zorgen over. Ja. Want wat kan het gevolg zijn van al die bezuinigingen voor de ouderen? Dat ze vereenzamen? Ja. Ja? Ja. En daar ben ik bang voor. En daarom hoop ik niet, en daar strijd ik ook voor, dat nooit gebeurt. Ja, en jullie strijden daar met z'n allen voor? Ja, allemaal. Je stond ook bij een petitie. Wat is dat precies voor een petitie? Nou, dat is dus van de mensen die dus ook in de bibliotheek kwamen, waar je bij aanwezig was. En ook de mensen die dus de leerlingen van de 55-plussers. De senioren. Ja. Die hebben dat initiatief genomen om dit allemaal te kunnen blijven behouden. En al 1000 handtekeningen? Meer dan 1000. Meer dan 1000 handtekeningen. Ja. En dat in een dorp die niet zo groot is, nee, is dat veel heel natuurlijk. Veel, dan is het wel de vraag, geeft de politiek al gehoor aan dit signaal? Aan deze schreeuw eigenlijk, de klop op de deur? Ja. Laten ze al wat horen? Ik had het bijvoorbeeld heel fijn gevonden als juist op zo'n dag, zo'n oudere dag, wat duidelijk aangegeven werd, dat ik het leuk had gevonden als er iemand was aanwezig geweest. Dan, kijk, Als je de spelregels niet kent, moet je er ook niet mee bemoeien, vind ik. Yeah. Dus, hè? Yeah. Nou, die spelregels die er nu plaatsvinden, dat heeft de politiek aangegeven waar we nu in zitten. Ja, en dan moeten ze eigenlijk ook, we moeten het afsluiten, en dan moeten ze eigenlijk ook gewoon komen kijken wat de gevolgen zijn. Dat zeg je eigenlijk. En dat hoor je dan van de burgers die op dat moment daar allemaal aanwezig waren. Jullie blijven wel op de doorklop kloppen bij de politiek? De strijd is nog niet gestreden. We hopen dat we gehoor krijgen. Oké, okay, heel veel succes. En laten we hopen dat de Volksuniversiteit in ieder geval zo lang mogelijk mag blijven bestaan. En laten jullie nu, ik hoop dat jullie nog kunnen genieten van het 40-jarig bestaan. Dank je. En dat wij zeggen. Els Jonkhout, dank je wel dat je hier was. En ik ook dank je wel dat ik hier op mogen zijn. Tuurlijk. En dan wil ik onze overige gast nog even bedanken. Paul Laudy, uiteraard. Aanstaande dinsdag is er weer een cultuur aan tafel. En dan gaan we het hebben over archeologie. En we gaan het hebben over de Europa-run. Dus tot dinsdag.